feest dit, dan kan je langskomen. Mag ik het even opnieuw? Even kijken, goed zo. Ja, Katja, gefeliciteerd met overwinning. Ja, ik kan niet om je heen, je scoorde geweldig. Nou, viel wel mee. Viel wel mee, zegt ze heel bescheiden. Nee, wel twee lekkere doelpuntjes. Ja, ik denk ook wel twee belangrijke in dat opzicht. Ja. Zowel voor mezelf denk ik als gewoon het moment waarop ze vallen. Dus ja, lekker. Gewoon goed gevoel. En iedereen wist elkaar te vinden. Kun je kort aangeven hoe de wedstrijd ging volgens jou? Hoe je het ervan vond? Hoe Alkmaar speelde? Nou, ik denk dat we heel goed starten. Dat we dat ook weten om te zetten in twee doelpunten. Dus je komt 2-0 voor. Ik denk dat we dan een beetje terugvallen in ons oude spel. Dat we heel veel gaan lopen met de bal. En eigenlijk gewoon niet aannemen, spelen. Gewoon elkaar zoeken. Dan komt je op 2-2. Ik denk dat je na de rust jezelf wel weet te herpakken. Gewoon veel aan de bal bent. Ja. En weer teruggaat naar het spel wat we in het begin ook speelden. Ja. En dat we daarin inderdaad elkaar erg konden vinden. Dan blijft het lang wel een beetje gelijk opgaan in dat opzicht. Ik denk wel dat we de hele wedstrijd de macht hadden in dat opzicht. Ja. Je staat wel als het ware 2-2. Dus gelukkig scoor ik dan nog de 3-2 en uiteindelijk echt vlak voor tijd nog de 4-2. En dan zag je denk ik wel de ontlading bij ons. Ja, want er zijn genoeg wedstrijden dat we het weg hebben gegeven. Ja. De laatste, wat is het, minuut. Ja. Dus ja, dan is dit wel echt wel lekker. Nou, de tweede helft was toch echt meer voor jullie, hè? Dus ook dat de tegenstander wat moe raakte, maar jullie bleef toch de concentratie hebben elkaar te weten vinden. Ja, ik denk in de tweede helft ontstaan er inderdaad weer wat meer ruimtes ook voor ons om te voetballen. Ik denk dat het ook te maken heeft met de speelwijzers van beide teams. Van wij zetten hoog druk, zij ook redelijk. Dus ja, dan ontstaan er ruimtes en dan konden we inderdaad na de rust elkaar weer daarin goed vinden. Gewoon in de voeten spelen, doorbewegen, veel via de zijkanten, gevaarlijk worden. En misschien hadden we nog wel meer kunnen scoren in dat opzicht. En het zelf wat makkelijker kunnen maken. Maar ik denk wel dat we met een goed gevoel het veld zijn gestapt. Goed gevoel was ook bij jou te zien, want je had een paar schitterende acties. De versnelling aan de linkerkant op een gegeven moment. En het tussen de benen doorspelen van de nummer 2, geloof ik, van de tegenstanders. Ja, dit is een wedstrijd waar je dan inderdaad, zeker als aanvaller zijn, lekker in kan groeien. Want we zijn veel aan de bal, we komen veel tot aanvallen. Dus op een gegeven moment kan je daarin ook wat meer risico nemen. En dan merk je inderdaad dat bij jezelf steeds lekkerder gaat lopen. En dat heeft ook te maken dat het gewoon bij het team lekker loopt. Ja. Dus heb je vertrouwen en dan is het ook, als je een keer balverlies leidt, is het niet zo heel erg. Ja. Want je weet dat de mensen achter je het opvangen. Tot slot, wat maakt het voor extra moeilijk of makkelijk of leuk als aanvoerster om in zo'n wedstrijd te kunnen zijn? Ik denk in het begin dat het lastig is dat je wel je verantwoordelijk voelt voor het team. We hebben natuurlijk een aantal wedstrijden erg lastig gehad. Dus daar wilden we een verandering in brengen. Dus in het begin voel je daar wel extra verantwoordelijk in van om het team daarin mee te nemen. Als je eenmaal in de wedstrijd groeit als team, wordt het alleen maar makkelijker. Want dan kan je alleen maar de meiden op een positieve manier coachen en feedback geven in dat opzicht. Ja. Dus dan is het gewoon heel fijn. De laatste, 10, 20 minuten moet je misschien wel weer wat harder zijn om iedereen erbij te houden. Klopt, ja. Maar dit zijn wel de leukere wedstrijden als aanvoerder. Kijk. Goed, ik zou zeggen, trek het lekker door deze lijn en op naar de volgende wedstrijd. Ja, gaan we doen. Oké, dankjewel.